Ga je daar staan met een kindje? Nee, komt in orde. Kom aan deze kant staan. Zie je, Ilse, al goed dat we die wandeling toch gedaan hebben. Amai. Ik hoop maar dat we hem kunnen redden, echt waar. Ja, ik denk dat het los is, mannen. Pas op voor zijn kop, hè. Pas op voor zijn kop. Maar hij moet naar deze kant van de draad, hè. Ja, want die is anders dood, hè. Hij voelt dat hem loskomt, hè. Je houdt je zijn kop vast, hè. Zie dat hem niet wegvliegt, ook niet, want die zijn vleugels zitten helemaal... Je bent groot, denk ik, dat moet, hoor. Oh, rustig, rustig, het gaat zijn kop niet. We pakken hem daar gewoon vast en smet hem hier in de waai. Oké, ik ga even aan de kant, zo. Ik zou best... Nee, je hebt hem nog niet wel. Nee, je hebt hem nog niet. We moeten dat helemaal kapot doen. Helemaal kapot. Ik zeg zo, ik kan het open. Als we nu niet naar gaan, je moet je niet weer trekken, jongens. Jij ziet hier ver, hè? Ja, je trekt gewoon zijn vel. Maar je moet dan wel zien dat hij zijn vleugels ook al steken, hè? Ja, maar dat gaan we ze niet zien als we hem in het gras zetten. Dat komt wel goed. We gaan kijken. Ja, we zijn geen dierenartsen, hè? Hij gaat dat zelf verder moeten. Die gaat zelf moeten vliegen. Hij gaat zelf verder moeten. Niet hard trekken, papa, want dat snijdt like een vlijmscherp mes, hè? Je snijdt gewoon dieper in zijn vel, hè? Dus niet te brut, doe dat voorzichtig. Aisha, dat is niet erg. Kijk, we zijn niet aan het redden, hè? We helpen uitgeput. Die. Ja, die gaan niet veel meer doen. Die gaan niet veel meer doen, die is helemaal nu. Germ. Gaat die niet doodgaan? Die gaat toch geen eten doen? Nee, wel. Kom, maar hier is die. Hadden we die niet gewoon in die bijvoorbeeld? Nee, dat gaat hier allemaal zelf. Nee, dat moet eruit. Daar kunnen de vogeltjes onderhand terug uit. Dan hebben kijk, mama, daar is een gat dat die vogeltjes eten hebben. Ja. De redding van de vogel. Hier aan zijn pootengels heel goed. Joeri, zijn nu eens kalm. Doe dan eens rustig aan. Bruten op. Die heb ik dus. Snijd deze al hier. En zijn pootjes zijn al verrijzen. Oké. Zijn pootjes zijn al bijna verrijzen. Van een buiten. Ja, maar die beweging. Oh ja, het is nog wel vast. Het is los, wat is los? Ja, houd die maar bij ons aan, denk je aan buizertje. Hè? Ja. Ja, hij wil die niet loslaten, zie je? Hij wil dat niet loslaten. Die wil bij ons blijven. Ik denk dat hem nou wel voelt dat wij die willen helpen. Hè? Ik weet dat niet wat een beest denkt. Ik kan die aan de kop en hij ziet niks. Nee, houd nog maar. Vertrouw, dat is een roofvogel. Okay. Nee, ik ga even aan de kant, want dat is gevaar. Deze goed. Dus pas op, hè. Nee. Joeri, je hangt je noep. Die kan weg. Nee, die kop. Die trekt zijn plan wel. Nee. Jawel. Moet je hem omdraaien. Jawel, daar boven aan zijn vleugel. Aan zijn vleugel, Joeri. Niet, jongen. Daarboven. Dat is allemaal losgesneden. Ik heb kleine vogels gesneden. Nee, dat komt nog niet goed. Schat, die zebiet valt hier aan, hè? Laat hem doen. Sven, dat is allemaal los. Dat trekt zijn eigen wel los. Joeri, doe nu even mee. Help nu even mee. Jawel, even onder die vleur. Ik denk het ook. Als dat los is, dat dan oké is. Ja, ik denk nu wel. Kijk, ik ga aan de kant. Kindjes gaan eens verder staan. Ja, dat moet eruit, zo. Dat is zo'n brut. Nee, Joeri, die kan dat niet. Dat kan dat wel, maar dat is strak. Ja, doe dat nou. Als je dat kunt, doe er zoveel mogelijk weg. Die kan dat niet meer. Die gaat dood dan. Hoe lang ligt die hier misschien al? Nee, misschien niet de kracht om dat allemaal eruit te doen. Is het nu beter? Is het oké? Okay? Ja, ik denk ook dat die dood gaat. We moeten die forellen in die dode forellen.
Wat gaan jullie doen? Pak die vooruit. Wat gaan we doen? Maar wat gaan we doen? Ja, maar wat ga je doen? Moet je niet in de lucht? Nee, ah, dan va. Ja, lassen. Hij is weg. Hij is weg. Moet je in de lucht? Je trekt zijn plan wel. Ja. Ah, ja. Hij is content. Oef, ja, ja, hij is nog wel. Hij is nog. Heb je nog Rescue Rangers? Jawel, jawel. Ja, ja, kijk hoe, kijk hoe. Zijn vleugels zijn niet gebroken, dus dat is ideaal. Amai. Amai, ik ben even blij. Hals. Dat is ferm, hè? Mama, moet je die dooien? De Rescue Rangers. Die zijn ze in deze weg, hè? Papa, we moeten die dode forellen gaan halen. Nee, die vindt zelf wel eten. We hebben ons best toch gedaan. Kun je toch niet meer doen, hè? Ja. Is het die? Maar gaat dan nog kunnen vliegen? Nou, dat was een eigen redder.